ben natuurlijk op vakantie geweest en daar heb ik natuurlijk deze hele leuke foto gemaakt. Van deze snapsnuppel. Maar ja, hoe heb ik deze eigenlijk gemaakt? Nou, je hebt er een app voor. Ik heb al een paar foto's, zoals deze. En ik heb ook eentje van die hier staat, zoals die. En je kan allemaal leuke posts die jij leuk vindt, kan jij dus maken. Of gewoon samen met z'n tweeën. Elk poppetje bij de doos, die heeft wel een greenscreen. Deze, die zijn 20 euro. De pruik is 6 euro. En zo'n extra leuk outfitje, die is ook 6 euro. Nou, ik vind het super leuk natuurlijk om er natuurlijk een pruik. Want deze pruik kan je gewoon van het hoofd afhalen. En kan je dan verwisselen met een andere pruik. En dan heb je steeds een andere hairstijl. Nou, je kan er natuurlijk ook verschillende poses geven, staand, zittend. En dan kan je het met greenscreen of zonder greenscreen doen. Als je het met greenscreen doet, dan kan je natuurlijk er een leuk plaatje achter doen. Als je dat zonder doet, dan heb je natuurlijk gewoon de achtergrond waarmee je de foto hebt gemaakt. Maar hoe werkt de app eigenlijk? Je hebt de app eerst zo voor je. En dan kan je kiezen uit selecteer je snapster. Dan hoef je niet per se een pop te hebben. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon een plaatje daarvan. Kan je een pruikje opdoen. En dan kan je allemaal leuke details erbij doen. Of je hebt natuurlijk een pop zelf. Druk er even op. Kijk, hier hebben wij Lola. Daar klik je dan op. Nou, dan kan je zo. Kan je een foto maken. En dan staat er normaal standaard. Dus krijg je de achtergrond die je zelf hebt. Of greenscreen. Dat is hetzelfde, maar dan krijg je uiteindelijk, wanneer je een foto hebt gemaakt, ook de achtergronden te zien. Als je een greenscreen zoals dit hebt. Nou, deze doos zit hier gewoon erbij. Maar als je helaas geen pop hebt, dan kan je ook hiervoor. En als je dan bijvoorbeeld op foto drukt, dan kan je een hele leuke achtergrond uitkiezen. Nou, we doen even gewoon die, gezellig. Dan ga je naar het haar. Dan kan je een leuk pruikje uitkiezen. Dat kan je dan opdoen en dan kan je dat natuurlijk vergroten. Want zo is het pruikje natuurlijk wel een beetje te klein. Nou, laten we hier gewoon mee beginnen. Je kan natuurlijk zelf kiezen. Nou, ik doe gewoon even het begin. Nou, dan kan je oogschaduw kiezen. Allemaal verschillende. Hoeft natuurlijk niet als je het niet mooi vindt. Nou, ik vond deze wel leuk. Nou, dan kan je ook nog voor een lipstick. Ik doe dat meestal niet, maar het kan wel. Als jij dat natuurlijk leuk vindt. Nou, laten we één keer voor dit gaan. En je kan ook natuurlijk blush voor een beetje roze wangetjes doen. Laten we roze doen. Lekker fel roze. En uiteindelijk dan heb je ook nog een bril en heb je achtergronden. En daarmee kun je een soort van een voorkant van een dagblad van maken. Want als je bijvoorbeeld hashtag snapster neerzet, hoeft natuurlijk niet. Want als je naar Long Wilson gaat en je drukt hierop, lijkt het nu natuurlijk al op een fashionblad. Of je doet een leuk ander omhulseltje. Maar het hoeft natuurlijk allemaal niet. Ik vind deze altijd wel heel grappig. Want het lijkt net of je een foto hebt gemaakt van een model. En die gewoon op een modelblad staat. Natuurlijk super leuk. En hierbij kan je dan ook nog de naam. Nou, haar naam is Lola. Nou, je kan ze ook nog verkleinen. Dus zo werkt die. Maar dat is natuurlijk als je geen pop hebt. Maar als je een pop hebt, heb je ook nog mijn creaties. Daar kan je zien wat je allemaal van foto's hebt gemaakt. Als je hem hebt opgeslagen. Dan heb je nog Snapster. En daarmee kan je dus allemaal iets leuks. Ik heb er eigenlijk nog niet per se naar gekeken. Maar dan kan je dus op een character klikken. En dan kom je daar eigenlijk alles over te weten. En dan heb je nog de instructies als je niet weet hoe het werkt. Nou, laat ik ook eens laten zien hoe dit werkt. Nou, we hebben een greenscreen. Dan maken wij een foto. Zoals deze.
Nou, zo, ik doe het natuurlijk anders, want het is een beetje moeilijk. Waar als je voor zit, kan je precies hoe je wil. Nou, zo staat ze natuurlijk wel een beetje simpel. Maar je kan ook een split zetten of met één voet in de lucht. En dan kan je precies hetzelfde haar en alles, dat is precies hetzelfde. Maar als je het zonder greenscreen doet of zonder de pop, dan heb je gewoon dezelfde achtergrond en dat zit er dan niet bij. Maar alsnog wel super leuk. En met deze extra outfitjes kan je erbij kopen. En dan kan je natuurlijk de kleding ook omwisselen. En hetzelfde geldt voor de pruik. Dat vind ik altijd wel super leuk om eruit te zien. Zoals misschien een bruiloft. Een leuk wit jurkje. Of let's go to the dance party. Of gewoon een normale outfit. En die kan je bijvoorbeeld bij Depop, Yuki dus. Of Dan. En dan hebben we hier Lola. Dus het kan allemaal. Nou, ik vind het wel echt super leuk om te doen. Om even te snappen. En dan ergens in te zetten of gewoon op je mobiel om voor de leuk. Maar het is natuurlijk niet alleen je snapsepop om een foto van te maken, maar ik kan het natuurlijk ook gewoon gebruiken als Barbiepop, want daar lijkt het natuurlijk wel op. Nou is dat nu op een standaard, dat kan je er makkelijk afhalen, want hierachter zit een gaatje waar je er dan op kan zetten. En datzelfde geldt voor de pruik, dat zit hierachter. Je kan hem gewoon er zo op klikken. Soms moet je dan het gaatje even zoeken of je klikt hem er zo naar buiten. Dat doe je zo. En dan klik je hem weer op. Ik heb deze vlechtjes gemaakt. Die zit er niet in. Maar je kan er wel natuurlijk gewoon een leuke vlecht van maken. Nou, helaas kon ik niet invlechten. Anders had ik dat wel gedaan. En de outfit kan je natuurlijk ook gewoon veranderen. En het gaat allemaal makkelijk uit. Dus dat is natuurlijk wel super leuk. En dit is te kopen bij de Toy Champ. En de leukere speelgoedwinkels. Maar ik vind het echt super leuk. Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie het natuurlijk ook kopen. Maar ik vind het ook wel super leuk dat je natuurlijk. Want bij Barbiepop normaal kan je de pruiken niet veranderen. En het jurkje kan je niet veranderen. En dat kan je. Nou, het jurkje kan je wel veranderen. Maar het haar natuurlijk niet. En dat vind ik ook wel super leuk. En ik denk dat ik zo wel alles heb verteld over de Snapsepop. Dus ik ga hier de video weer afsluiten. Doe een dikke vertelmoog. Vergeet niet te abonneren. Bye natuurlijk. En vergeet ook niet op het belletje klikken. Misschien nooit meer een nieuwe video. Doei!